Eddie voelt zich niet zo lekker. Ik heb ze wel last van mama. Naar de dokter. Maar Eddie had juist nog een kilo preparé uitgelepeld. Ah, Eddie, hij weer. De dokter, ik heb darmkanker. Snel. Ja, Eddie, dat is geen zwel, dat is een opstopping. Duw de keer. Oké, ik zal het proberen. Oh ja, dat was gewoon een beetje plankers, Hans. Zie je wel, Eddie, het zat gewoon tussen uw oren. Was het er eens tussen mijn oren? Maar nee. Het wel. Godverdomme, rechts omkeer, naar de dokter. Oh, Eddie, hij is hier net geweest. Kom, ik heb kanker van de kop, snel. Ja, Eddie, ik heb het wel druk, is hè. Oh. Ja, het ziek is een kop. Oh, voilà, kom, snel. Ja, Eddie, er is letterlijk niks te zien op die hersenscan. Oh, maar ja, het zal vanzelf wel snap zijn. Gelijk ik hier dat ik bij deze roepen gewonnen heb. Nee? Ja, zie je wel, je moet je niet zo ongerust maken. Dat is niet goed voor je tikker. Oh, gelijk, smeer druk naar het dak. Rechts omkeer, naar de dokter. Ja, ja, Eddie, kan ik wel een andere patiënt, nee? Weet je wel wie dat ik ben? Ik heb hier wel Parijs in de bijwonen, niet? Dan gaat het niet wat sneller. Ik heb hier wel beter dingen te doen dan jullie tijd verspillen, hè? Ja, zoals je kan zien, uw hart is helemaal in orde, dus geen paniek. Oké. Oh, we zijn eindelijk bijna in ons kasteel, ver weg in Frankrijk. Oh, ik zit zo'n beetje ongemakkelijk. Het zal mijn prostaat nog niet zijn, hè? Eddie, je zit al 5 uur non-stop te rijden, dat is normaal. Niks, man. Naar de dokter. Maar allee, Eddie, het is 3 uur s'nachts. Kom dan niet wachten. Maar daarom gaan we ook naar de dokter van wacht, hè? Zeg jij de dokter van wat? Ja, maar wacht. Maar ja, dat zeg ik toch. Kom, zet jouw vinger op hand. Eddie, ik voel echt niks. Dieper zoeken. Ja, kan je alsjeblieft een beetje ontspannen, mijn hand gaat er niet meer uit. Ik ontspan pas als het onderzoek klaar is. Dieper. Dan rok nog een halve arm in mijn plankaars. Eddie, achter. Oh, ja. Ja, Eddie, er is echt niks te vinden. Oh, oef. Dan moet het maar wel alleen zo dokter zijn. Wat een hondenstiel. Chapeau. Volgende week in Château Plankaart. Junior en Pauline gaan trouwen. Oh, voilà. Snap maar het huwelijksbootje, hè. Dat ziet er al gebruikt, hè. Ja, dat is weer de hand van een gescheiden koppel. Voilà. Dat is weer de rood. Spannend. Ja, mij. Ja. Ja, ja. En, hoe is van de rest nog? Dat was er wel. Wat is dat? Tinder.